Hey, vandaag heb ik een vraag. Die gaat over de Casio. Hoe reken je de wortel van 9, een tweede machtswortel, of een derde machtswortel van bijvoorbeeld 8 uit? We beginnen dus eerst met gewoon de tweede machtswortel. En die kun je heel eenvoudig vinden op deze rekenmachine. En je ziet dat het deze knop is. En die heeft gewoon het wortelteken. Maar gek genoeg heb je dus niet een tweetje erin staan. Op je rekenmachine staat dus een knopje wat er een beetje zo uitziet. Normaal gesproken zou je daar een tweetje bij verwachten. Maar op de rekenmachine is het gewoon niks. Wat we zouden gaan doen was zeg maar de wortel van 9 berekenen. Hoe voer je dat nou in je rekenmachine? Heel simpel. Ten eerste, je vertelt je machine dat je wil gaan wortelen. Dus dat doe je als volgt. Je drukt op de knop wortel. Dan druk je op de knop die je wil gaan wortelen. Dat is 9. En dan druk je gewoon op de knop is. En dan zie je dat eruit komt 3. Zo simpel is het. De derde machtswortel, deze bijvoorbeeld, is net iets bewerkelijker. Want je moet eigenlijk 2 knoppen in gaan drukken. Je gebruikt daarvoor een knop. En dat is deze hier zo. De X tot de derde, gek genoeg. En je ziet daarboven, zie je eigenlijk in het oranje staan, dat daar de derde machtswortel onder staat. Die derde machtswortel die kun je niet zomaar bereiken. Daarvoor moet je eerst gebruiken de shift-knop. Als je de shift-knop indrukt, dan krijg je precies die functie die hier zo in het oranje boven de knop staat. Als we de derde machtswortel hebben, zijn we op zoek naar een vermenigvuldiging van 3 keer hetzelfde getal. Namelijk iets, keer iets, keer iets. En daar staat die 3 ook voor. Hoe voer je nou de derde machtswortel van 8 in je rekenmachine? Nou, ten eerste gaan we naar de knop shift. Dan druk je op die knop. Genoeg. X tot de derde, maar dan staat de wortel 3 staat naar boven. En dan druk je in dat je geïnteresseerd bent in de 8. Je drukt op de is en dan komt eruit 2. Nou, dit was hem. Heb je nog meer vragen, stel je gerust of kijk verder op dit kanaal. Want ik heb natuurlijk veel meer andere filmpjes over natuurkunde, maar ook over de rekenmachine en nog wat andere zaken. Even zoekje, heb je het nog niet gedaan? Abonneer je nog eventjes, want ik wil zo graag richting die 1000 gaan. En ik zou zeggen, tot de volgende video.